Welkom bij de reden van professor Bakkers, die benoemd is tot bijzonder hoogleraar klinische fysica en in het bijzonder de neuroimaging in onze faculteit. De titel van zijn lezing is, zoals u ziet op de dia, cijfers en beelden. En voor diegenen die er niet zo vaak zijn, u ziet dat wij verschillende kleuren gewaden aan hebben. Dat betekent dat er heel veel mensen van andere universiteiten zijn gekomen, dus dat is een compliment voor professor Bakkers. Aan u het woord, professor Bakkers. Meneer de decaan, leden van de Raad van Bestuur, leden van het College van Toezicht, vakgenoten, collega's, vrienden en familie. Ook ik heet u en jullie van harte welkom bij mijn inaugurele reden voor het aanvaarden van de leerstoel hier aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel heet Klinische Fysica, in het bijzonder de neuroimaging. Ik ga u hier vandaag uitleggen wat we hiermee willen, wat we reeds doen en waar we onze speren op gezet hebben. Ik begin daarmee u te vertellen wat een klinisch fysicus is, wat hij of zij doet, hoe hij opgeleid wordt en wat hieromtrent speelt. Vervolgens ga ik in op het wetenschappelijk beeldvormende onderzoek en met name onze rol ten aanzien van de cijfers en beelden. Vreest het niet, ik zal spaarzaam zijn met de taal die een fysicus doorgaans spreekt, die van vergelijkingen en formules, want zo'n reden dient immers voornamelijk het gesproken woord te bevatten. Wat is een klinisch fysicus? Allereerst het vakgebied. De klinische fysica valt niet meer weg te denken uit onze moderne zorgcentra. De meeste van de kleinere ziekenhuizen hebben er in recente jaren één of meerdere in dienst genomen. Desondanks blijft het voor sommige specialisten een ongedefinieerde professie. Dat komt enerzijds omdat we relatief klein in aantal zijn, maar waarschijnlijk ook door de verscheidenheid en onderwerpen waarin klinisch fysici zijn taken hebben en zich hebben gespecialiseerd. Breed gesteld, hier staat het, is de klinische fysica het vakgebied waarin fysische, dus natuurkundige, methodieken in de gezondheidszorg worden toegepast. Klinisch fysici in Nederland zijn voornamelijk werkzaam in academische en algemene ziekenhuizen, maar ook in audiologische en radiotherapeutische centra die soms zelfstandig zijn. Hoe komt dat? Aan het grootschalig maken van onder andere röntgenfoto's, het werken met radioactieve stoffen, samengevat als het werken met radioactieve straling, kleeft een klein, maar mogelijk gezondheidsrisico. Dat is de oorspronkelijke reden dat zorginstellingen volgens de kernenergiewet zijn verplicht zijn een klinisch fysicus beschikbaar te hebben. Nu, naast het reilen en zeilen met stralingsbescherming zijn zij vaak belast met taken die analoog hieraan zijn, zoals veiligheidsmanagement en risicoanalyses. Ook spelen ze vaak een rol bij de aanschaf van dure, meestal complexe medische apparatuur. De nauwe verhevenheid met de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat in 2009 het beroep van de klinisch fysicus officieel is opgenomen in artikel 34 van de wet BIG, de wet op de beroepen van de individuele gezondheidszorg. Nu gaat het hier om veel. Te veel activiteiten over vele specialisaties van zorg die in voortdurende ontwikkeling zijn. Dat is niet door één persoon te bewerken of helemaal bij te houden. Dit sluit ook aan bij hetgeen emeritus hoogleraar van Engelshoven, voormalig afdelingshoofd bij de radiologie, ooit zei. Hij schetste in zijn afzetreden toen hij zei dat de technologie aan het einde van iemands carrière in niets meer hetzelfde is als in vergelijking toen met hij startte. Een voorbeeld waaraan klinisch fysici bij de eenheid beeldvorming werken, ziet u hier. Je ziet hier een schets, een layout van de nieuwbouw zoals die nu wordt gebouwd naast het bestaande gebouw van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De Verheiland 10. Deze wordt in de eerste helft van 2016 opgeleverd, zo is de verwachting. Het gaat hier om de begane grond, waar enerzijds een MRI-centrum wordt ingericht voor de zware onderzoeksmachines die nu op maar liefst 4 verschillende locaties door het hele AZM zijn gehuisvest. En op dit moment is het een heuse
UQ-test voor iedere patiënt en begeleider om het juiste systeem daadwerkelijk aanwezig te zijn. Met dit centrum gaan we niet alleen in klantvriendelijkheid vooruit, maar we gaan hier ook mee in kennis en expertise flink winnen. MRI is een zeer complexe vorm van beeldvorming en het kost gewoon relatief veel tijd om medewerkers dit eigen te maken, hun daarin te laten groeien en zich te specialiseren. Door nu deze systemen fysiek bij elkaar te brengen, bundelen we kennis van medewerkers en mogen we daarnaast een verdere slag in de efficiëntie van deze vorm van diagnostische zorg gaan verwachten. Anderzijds komt het centrum er ook voor een deel om niet electieve zorg te gaan verzorgen. Daarmee bedoelen we dat patiënten gewoon kunnen binnenlopen zonder afspraak, bijvoorbeeld bij een röntgenonderzoek dat verwezen is voor de huisarts. Ze hoeven nu niet meer diagonaal door het ziekenhuis op zoek naar een afdeling radiologie voor een onderzoek. Een volgend item voor het centrum is de koppeling van de spoedeisende eerste hulp, die direct aangrenst en zelfs enigszins geïntegreerd gaat worden bij de beeldvorming. Op deze manier worden de mogelijkheden voor de spoedeisende eerste hulppatiënt verder vergroot, aangezien zowat alle beeldvormende modaliteiten nu in de directe nabijheid komen te liggen. Een bijkomend voordeel is dat relatief dure beeldvormende systemen voor meerdere categorieën van patiënten, althans voor zover je ze logistiek kunt onderscheiden, kunnen worden ingezet. En dit zal tot een vollediger gebruik van medische apparatuur gaan leiden. In het verleden zijn binnen de klinische fysica verschillende specialisaties ingevoerd. Wij noemen dat de zogenaamde werkterreinen. Het zijn er 5 en sommige zijn enigszins overlappen. Voor de radiologie, waar ik zelf bij behoor, heb je klinisch fysici die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van apparatuur en methodes ten behoeve van beeldvormend onderzoek. Hieronder vallen kwaliteitscontroles van röntgenapparatuur, analyse, kwantificatie van radiologische beelden en vooral de introductie van nieuwe technieken. Het meest in het oog springend daarbij is dat zij betrokken en soms zelfs initiator zijn van nieuwe technologieën ten behoeve van het wetenschappelijke beeldvormende onderzoek. Klinische fysici, nucleaire geneeskunde zijn zeer verwant. Zij zijn werkzaam op het gebied van diagnostiek, maar ook radiotherapie en daarbij wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen. Die worden ingebracht. Onder hun werkzaamheden vallen kwaliteitsmetingen en gamma- en PET-camera's, dat is het beeldvormingstuk, maar ook de dosimetrie van de patiënten waarin de stralingsbelasting in detail uitgerekend wordt. De vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde zijn zozeer verwant of vergelijkend geworden dat ze in de nabije toekomst zullen gaan samensmelten. Klinische fysici radiotherapie, weer een andere soort, werken nauw samen met oncologen en in het bijzonder radiotherapeuten, zoals bij de bestraling van tumoren bij patiënten. De planning voor een stralingsbehandeling, zoals voorgesteld door een radiotherapeut, wordt door de klinisch fysicus doorgerekend en gecontroleerd. In de recente jaren vindt hier meer en meer beeldvorming plaats, zodat de bestraling op basis van beeldmateriaal aangepast wordt om zoveel mogelijk het echte tumorweefsel te bestralen en het nabije gezonde weefsel te sparen. Audiologen zijn fysici die werkzaam zijn in audiologische centra van zorginstellingen. Zij stellen de diagnose vast en meten allerlei auditieve hulpmiddelen aan bij gehoorproblemen. Naast IT-audiologen heb je een soortgelijk beroep, de fysiologen, die de hulpmiddelen voor gezichtsproblemen verzorgen. De overige klinisch fysici hebben of het zij geen specialisatie bij de naam, of vallen onder het aandachtsgebied algemene klinisch fysici. En deze zijn vaak werkzaam in algemene ziekenhuizen, werken meestal op de eerder genoemde terreinen radiologie of nucleaire geneeskunde, maar houden zich daarna bezig vooral met zaken als veiligheid van lasers, complexe operatiekamers, intensive care apparatuur en andere medische technieken. Ook de klinische informatica, automatisering, het ons voorzien van digitale informatie, behoort tot hun aandachtsgebied. Daar is zelfs nu een nieuwe opleiding voor in opkomst, de klinisch informaticus. Daarmee zijn klinisch fysici niet de enig technologisch geschoolde medewerkers of specialisten. Zo zijn er nog medische ingenieurs, biomedical engineers, maar het zijn de enigen met een postuniversitaire 4-jarige opleiding die in een ziekenhuisomgeving, dus niet in collegebanken, wordt verzorgd om zo een zelfstandige zorgprofessional te worden, die kan sparren met andere zorgprofessionals. De opleiding.
De opleiding tot klinisch fysicus is tegenwoordig veel anders dan vroeger aan strikte eisen gebonden en gaat via een toekenningsmechanisme met kwaliteitscriteria die voorgelegd worden aan de overheidsorganen. Het aantal opleidingsplaatsen is recentelijk gerestringeerd. En een vierjarige opleiding tot klinisch fysicus is postacademisch. Daar heb je een vooropleiding voor nodig, universitaire fysica of iets gelijkwaardigs. Qua inhoud en structuur bestaat de opleiding uit een basisdeel. Dat is voor iedere klinisch fysicus hetzelfde. Maar we hadden ook een werkterrein specialistisch deel. Hierachter ziet u de schets voor de radiologie. Wat bevat natuurlijk veel beeldvormingsaspecten. In het opleidingsland is er echter de laatste jaren veel veranderd. En dat blijkt maar te blijven veranderen. De inhoudelijke aspecten van de opleiding zijn daarentegen nauwelijks veranderd. Waar het voorheen meer op louter inhoudelijke materie gericht was en hoogwaardige kennis voorop stond, lijken competenties en met name bekwaamheden minstens net zo belangrijk te worden. Klinisch fysici en opleiding worden niet alleen getraind in kennis en vaardigheden, maar ook op bekwaamheden zoals men interactie heeft met zowat de hele ziekenhuisomgeving. Ook heeft de beroepsvereniging zich recentelijk aangesloten bij de nieuwe geleding van de Orde van Medisch Specialisten. Daarmee verstevigt men de professionele positie, wordt men een gelijkwaardige gesprekspartner van overheidsorganen en besturen van zorginstellingen. Daarmee krijgen we ook te maken met de economische teneur in het land, zoals de reductie in financiële middelen om zorgspecialisten op te leiden. En voor de inzet van medische technologie is dit mijns inziens een slechte koers, aangezien de inbreng van de klinisch fysicus juist gericht is op het zinvol besteden van de voorhanden middelen voor medische technologie. In ons ziekenhuis heeft dat vorm via de commissie Medische Technologie. Er zijn momenteel zo'n 22 klinisch fysici in opleiding die jaarlijks instromen in Nederland. Dat aantal zal waarschijnlijk zeer binnenkort reduceren tot zo'n 16 per jaar. Het een en ander maakt het dat de klinisch fysicus een opleiding gering in aantal is. Zeker voor sommige zorginstituten. Enerzijds is dat vergelijkbaar met de normale praktijk, want meestal opereert de klinisch fysicus als solist op een kennisterrein. Maar voor een opleidingssituatie is dat niet ideaal en eigenlijk onwenselijk. Idealiter wil je immers in een opleidingsperiode zoveel mogelijk ervaringen opdoen en dat doe je door te delen met anderen. Zoiets kan alleen goed werken wanneer we gaan clusteren en dat is dan ook door de beroepsvereniging voorgesteld. Komende tijd zal binnen onze beroepsgroep verkend worden hoe het een en ander gestalte kan krijgen. Voor de regio Zuidoost-Nederland is er de wil in ieder geval om hier gezamenlijk iets van te maken. Terug naar de beeldvorming, naar de radiologie. Welke rol hebben wij in de beeldvorming? Nou, om je dat te schetsen, ziet u hier in een notendop de geschiedenis van de medische beeldvorming. De oudste en ver het meeste gebruikte technieken zijn die van Röntgen, linksbovenaan. Vaak gebruikt als eerste diagnostisch instrument en alom bekend voor het opsporen van bijvoorbeeld bot, longafwijkingen. En daarbij wordt de doorlaatbaarheid van röntgenstralen in zogenaamde projectiebeelden weergegeven. Ook is er de echografie, hetgeen werkt met ultrageluid, dat via een zonde of transponder wordt uitgezonden en ook weer terugkaatst. En de reflectietijd wordt dan omgezet in beeldinformatie. Vervolgens is er de CT, die een rondommeting met röntgenstralen verricht en waarmee al dus driedimensionale beelden worden gemaakt en dus echt waarheidsgetrouwd in de diepte van het lichaam wordt gekeken. Voorts zijn er technieken waarbij organische stoffen gekoppeld worden aan zogenaamde radionucliden, de radiofarmaca. Deze kunnen ook worden afgebeeld. Hier heb je een aantal varianten van, zoals de gammacamera, de SPECT, de PET, die verschillen ten aanzien van hoe ze diepteinformatie leveren, maar ook welke radionucliden worden gebruikt. Als laatste is daar de MRI, de zogenaamde magnetische resonantie-imaging, een techniek waarmee magnetische eigenschappen van voornamelijk het wekenweefsel afgebeeld kan worden. Het bijzondere aan al deze technieken is dat het berust op complexe natuurkundige principes, zoals het absorberen en doorlaten van röntgenstralen, of het weerkaatsen van geluidsgolven, of het beïnvloeden van magnetiseerbare deeltjes in ons lichaam. Veel fysici hebben meegewerkt of lagen zelfs aan de basis bij de uitvinding van die technieken. En als u kijkt naar de jaartallen van de totstandkoming, dan lijkt het alsof er de laatste jaren geen geheel gloednieuwe technieken meer worden geïntroduceerd. Behalve dan het samenvoegen
van bestaande modaliteiten zoals de PET en de CT en recentelijk de PET en de MRI. Daar speelt echter nog iets anders. Al deze technieken zijn aan voortdurende verandering en verbetering onderhevig. Zij het doordat het systeem aan zich verder wordt ontwikkeld of doordat er nieuwe inzichten komen voor de juiste toepassingen. Of er nu werkelijk een gloednieuwe techniek binnen afzienbare tijd te verwachten valt, dat is altijd afwachten en berust op de eerste plaats op vindingrijkheid. Dat niet alleen. De kosten die gemoeid gaan met het ontwikkelen van gloednieuwe systemen en principes zijn gigantisch en zijn vergelijkbaar met het bouwen van kathedralen in de middeleeuwen. De taak voor de klinisch fysici en met name die in de academische ziekenhuizen is heden ten dage vooral het exploreren van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de medische zorg, in bijzonder de diagnostiek. Voor de diagnostiek zijn het de artsen, in het bijzonder de radiologen, die kijken naar beelden en hoofdzakelijk op zoek zijn naar het herkennen van vormen, van structuren en van patronen. Zij als artsen hebben een gedegen kennis van ziekteprocessen en wij weten welke afwijkingen in het lichaam daarbij horen en weten die te herkennen. Het gaat daarbij vooral om het herkennen van structurele afwijkingen die passen bij een klinisch beeld. Dat is de beschrijving van de klachten. En alhoewel voor het maken van dit soort beelden geavanceerde apparatuur nodig is, dat is hoogwaardig ingenieurswerk, maar bij het beoordelen van beelden komt geen of weinig gecijfer te pas. Voor de directe patiëntenzorg gaat het dus vooral om het woordelijk beschrijven van afwijkingen, vergezeld van beelden die dit ondersteunen. Echter, als je verbeteringen of geheel nieuwe ontwikkelingen wil exploreren, zul je vaak gebruik moeten maken van kwantitatieve informatie. En bij voorkeur getallen die je kunt ontleden uit beelden of die je kunt uitdrukken in fysische eenheden, zoals centimeters of stroomsnelheden, milliliters per minuut, om maar een paar eenvoudiger te noemen. Alleen dat is de controleerbare manier om vooruitgang in beeldvorming te objectiveren. Abstract gedacht zijn er minstens 7, en dat zijn er wellicht nog veel meer, argumenten te verzinnen waarom wetenschap bij beeldvorming gebaat is bij het gebruik van cijfers, of nog beter, kwantitatieve maten. Geef je straks wat voorbeelden. Allereerst is daar de objectivatie. Kijken naar beeldintensiteiten kan nooit uniek zijn. Het herinstellen van schermcontrasten geeft een verschillende indruk van wat er wordt bestudeerd. Voor het verbeteren van beeldkwaliteit zijn referentiewaardes nodig. En bij voorkeur zouden intensiteiten uitgedrukt worden in fysische of fysiologische maten. Zo dat ze zoveel mogelijk apparaat of liefst modaliteit onafhankelijk zijn. Wanneer relevante effecten op beelden gering of klein zijn, speelt ruis vaak een min of meer prominente rol. En dan is er vaak twijfel of de effecten zichtbaar zijn. Kwantificatie kan daarbij de gevoeligheid verhogen. En in het bijzonder voor medisch onderzoek is het van belang dat valide is wat je meet. Dat check je door metingen onder dezelfde omstandigheden te herhalen. Kwaliteit van metingen wordt dan bepaald door een reproduceerbaarheidswaarde die aangeeft hoeveel procent twee metingen uit elkaar liggen. Dan kom ik op een van mijn beweringen. Klinisch wetenschappelijk onderzoek, en met name het medische, waarbij gemeten wordt, dient niet na, maar juist voor publicatie duidelijk te maken hoe reproduceerbaar iets is. En dat met een maat en een getal. Het komt me al te vaak voor dat relatief nieuwe vormen van onderzoek naar buiten worden gebracht. Men tracht het na te doen, maar het blijkt niet reproduceerbaar. Het zal het onderzoek voor het medische wereld echt in een beter daglicht gaan brengen. Een volgende, het treintje is nog niet af, is het feit dat een getal vaak een simplificatie is van de werkelijkheid en datgene eruit haalt wat voor diagnose of behandeling relevant is. Bij geavanceerde vormen van medische beeldvorming maken we gebruik van films, ik bedoel dynamische beelden, van bewegende of veranderende lichaamssignalen, zoals een pompend hart of een werkend brein. Een item waar recentelijk veel over te doen is het begrip biomarker. In deze context betekent dit vaak een effect zichtbaar op medische beelden, waaraan een getal wordt toegekend en waaruit blijkt dat dit getal afwijkt bij een bepaalde aandoening of ziekte, ten opzichte van gezonde controlepersonen. Zometeen laat ik u daar een reeks van voorbeelden van zien. Vergeet daarbij niet, alstublieft, dat zulke biomarkers niet bepalen of je gezond of ziek bent. Daar is wezenlijk meer voor nodig. Het is meer een additioneel gegeven in een reeks van bevindingen die een diagnose versterken. Als laatste
Door gebruik te maken van kwantificatie is er ook een foutenanalyse mogelijk. Dus met zo'n foutenanalyse kun je de invloed van allerlei factoren met getallen in kaart brengen om te schatten wat relevant is om welke instellingen te veranderen, zodat het zinvol is om het verbetering aan te pakken. Enkele van deze items zitten verweven in het wetenschappelijk onderzoek. Ik begin daarmee voor het epilepsie imaging onderzoek. Voor dit klinische onderzoek heb ik zeer veel jaren samengewerkt met professor Bert Aldekamp, onder meer van het Kempenhaagse Epilepsiecentrum. De inhoud van het onderzoek ga ik u zo meteen vertellen. Maar de unieke samenwerkingsvorm was de introductie van het zogenaamde twin-model. In dit model wordt een medicus, vaak een arts in opleiding, gekoppeld aan een technologisch geschoolde onderzoeker, vaak een ingenieur. Met deze koppeling van disciplines zijn van totaal verschillende culturen, hebben we de juiste synergie weten te realiseren om langliggende klinische vragen met moderne technologie te beantwoorden. Het werkte niet andersom. Bij dit onderzoek stond steeds de medische vraagstelling voorop en de gehanteerde methode was telkens ten dienste hiervan. Nu het onderzoek zelf. Epilepsie is een aandoening die wordt gekenmerkt door epileptische aanvallen. Dat is het gevolg van een soort van spontane kortsluitingen die in onze hersenen ontstaan. Tijdens zo'n aanval kan de controle over het lichaam worden verloren of zelfs het bewustzijn wegvallen. Dit is de meest voorkomende ernstige neurologische aandoening van ons menselijk brein. En het bijzonder wat we gedaan hebben is dat we gekeken hebben naar de gevolgen van deze aanvallen op de hersenen. En wel bij patiënten met chronische epilepsie. Wat daarbij blijkt is dat er ten aanzien van het denkvermogen, we spreken van cognitie, aanzienlijke schade kan optreden. Hier links ziet u een activatiefoto gemaakt met functionele MRI van een groep patiënten die die chronische vorm van epilepsie hebben. Het komt uit de promotieonderzoeken van Marielle Vlooswijk en Maarten Vaasse, hetgeen een voorbeeld is van zo'n twin-model. Als je dit soort patiënten een taak geeft die een beroep doet op een denkvermogen, bijvoorbeeld zoveel mogelijk woorden noemen die met een bepaalde letter beginnen, een taaltaak, dan presteren ze dat duidelijk minder en vooral trager dan gezonde personen. En ondanks dat verminderde vermogen zie je vergelijkbare activatiepatronen over de verschillende delen van het brein. Als je goed kijkt, dan ziet u misschien wel kleine verschillen, maar grosso modo zijn dezelfde gebieden actief voor beide groepen. Dit soort metingen zijn overigens maar matig reproduceerbaar en zijn vaak het gemiddelde van vele patiënten wat je daarvoor moet nemen. Nu, waar het hier nu om gaat, is dat er nieuwe technieken nodig waren om dit raadsel toch te ontcijferen. Dat wil zeggen hoe het hersenweefsel het cognitieve falen kan weergeven, ondanks dat het activatiepatroon toch zeer vergelijkbaar is. Nou, dit heeft alles te maken met een nieuwe ontdekking van de laatste jaren. Die van hersennetwerken. Voor een complexe functie als taal, waar het verzinnen van woorden is, is het niet zo dat een enkel geïsoleerd gebiedje in het brein verantwoordelijk is, maar functies van het brein worden voortgebracht door netwerken. Netwerken zijn zeg maar een gedistribueerde set van gebieden die min of meer georchestreerd samenwerken. Betekent ook dat deze gebieden enige gelijkenis, u ziet ze hier, in tijd zullen tonen van de activiteit die ze hebben. En dat is te meten met MRI. Als je nu gaat inventariseren, dan blijken de gelijkeniscijfers, dus hoe die tijdseries overeenkomen, de zogenaamde correlatiecoëfficiënten, systematisch hoger te liggen voor die patiënten met epilepsie dan gezonde controlepersonen. Tot nu toe is dat louter een constatering, hetgeen ook niet meteen duidelijk maakt of het gaat bijdragen aan de zorg voor deze patiënten. Nu, voor het bepalen van dit soort netwerken in ons brein maken we gebruik van grote computerclustersystemen. Die zijn bij ons op de afdeling opgezet door onze applicatiemedewerkers Mark Geerlings, Jos Lenter. En wat u ziet zijn samengestelde computerclustersystemen die parallel, en dit is een voorbeeld met zo'n 64 rekeneenheden, enorme datasets kunnen verwerken. Het gaat hier om zo'n 10 tot 100.000 beelden per patiënt. Die worden doorgerekend volgens een pipelineschema, zoiets als hier afgebeeld. Waar het daarbij in essentie om gaat, is dat in onze hersenen op foto's worden ontleed in diverse onderdelen, bijvoorbeeld witte stof,
die borstel is, die witte stof wat u ziet, de grijze stof, maar ook gebieden die vooraf enigszins bekend zijn in de zin bij wat voor functies ze een rol gaan spelen. Tussen die gebieden worden verbindingen uitgerekend. Enerzijds kan dat door het gelijkenisgetal, dat aangeeft hoe synchroon een tijdsactivatiepatroon verloopt. Anderzijds kan dat ook door de witte stofbanen, de tracts, de fysieke verbinding, de stroomkabels tussen de verschillende hersengebieden, door die simpelweg te tellen. Zo zijn er allerlei manieren om tussen een groot aantal gebieden van ons brein de verbindingen te bepalen. En als je het brein in een lappendeken van zo'n 90 gebieden zou opdelen, dan kom je al gauw op ruim zo'n 4000 verbindingen. Zo'n 4000 getallen, dames en heren, die je kunt weergeven in zo'n matje wat je daar ziet. Een matrix, een connectiematrix. U kunt zich voorstellen dat met al deze cijfer men al gauw het overzicht verliest. Een manier om nu met zo'n grote hoeveelheid aan getallen om te gaan, is gebruik te maken van de graventheorie. Met graventheorie wordt een poging gedaan deze getallenmassa te comprimeren in een relatief klein setje van getallen. En dat noemen we biomarkers. Die biomarkers die geven ons enig inzicht in de structuur van een netwerk van ons brein. Zo kan men gebruik maken van de padlengte, die aangeeft in hoeveel stappen je van het ene gebied naar een ver afgelegen gebied komt. Dat moet je dan vermiddelen over al die gebieden. Daarna is er de clustering, die aangeeft of de twee buurgebieden ook wel op zijn beurt buren van elkaar zijn. We spreken dan van driehoekjes. En je kunt gewoon een aantal driehoekjes in zo'n graaf tellen. En zo zijn er nog heel veel meer maten die aangeven hoe de infrastructuur van onze hersenen zijn georganiseerd. Op dat langs een efficiënte manier die informatie verwerkt kan worden. Nou, deze graafmaten bleken ook voor het eerst iets te zeggen over de intelligentie van ons brein. Zo ziet u hier een vroege publicatie van Martijn van den Heuvel uit de Universiteit van Utrecht, die aangeeft dat intelligentie enigszins correleert, dus verband houdt met bepaalde netwerkeigenschappen van ons brein. Bijvoorbeeld de padlengte, de clustering van gebieden, maar ook voor hersenaandoeningen, zoals chronische epilepsie, geven ze waarden die een afbraak van onze netwerken weergeven. Daarbij kan ik u vertellen dat opeens deze maten zeer reproduceerbaar blijken te zijn. De effecten die ik u daar straks liet zien, treden niet alleen op bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Bijvoorbeeld bij kinderen met Hollandse epilepsie. Een zeer veel voorkomende vorm van epilepsie die zich kenmerkt door nachtelijke aanvallen. Die kinderen op school en ook in hun sociale omgangsvormen dus blijven daarbij achter. Met name de taal, het vreemde daarvan, is dat een door oog springende eigenschap is die achterblijft. Daarbij moet u weten dat bij Hollandse epilepsie de kortsluitingen ontstaan in de motorschors, de groene gebieden die u ziet. Het gebied, de motorschors, is verantwoordelijk voor het aansturen van onze ledematen. En dat lijkt op het eerste gezicht helemaal niets te maken hebben met onze taalnetwerken, die je in het oranje ziet. Echter wederom, met zo'n netwerktheorie kun je laten zien dat functionele verbindingen, zoals hier aangegeven tussen het centrum van het taalnetwerk, voor de kenners het Broca-gebied in geel, groen-oranje, en de motorschors in het groen, dat die afwijkend zijn. Het zijn wederom foto's uit de promotieonderzoeken van Geke van Overvliet en René Besseling. Nog een voorbeeld van een twinmodel. Dit blijkt dan ook nog verband te houden met de mate waarop de taal onderpresteert in deze kinderen. Dat is afgebeeld in de grafiek. Dit onderzoek voegt begrip en inzicht toe over hoe ons brein werkt, zeker bij aandoeningen. Maar wat zou je hiermee kunnen? Je kunt kijken naar een selectie van medicatie die gebruikt wordt, bijvoorbeeld eerst bij volwassenen. Zo weten we dat bepaalde medicatie erom bekend is dat ze bijwerkingen geven, met name bijwerkingen op het cognitieve gebied. Nu, het lopende onderzoek van Tamar van Veenendaal probeert aan te tonen dat antiepileptica de hersenen qua netwerkstructuur aantasten. En mogelijk zullen we daartoe de medicatie gaan veranderen voor deze patiënten in de nabije toekomst. Er komen dus opeens nieuwe diagnostische tools ter beschikking, die heel in detail de reacties van ons hersenweefsel kunnen monitoren en waarmee we dus niet eerder gevormde vormen van therapie nauwlettend in de gaten gehouden kunnen houden. Een ultiem doel zal zijn om ook die mensen te identificeren die slechts een enkele aanval hebben gehad, die
melden zich dan bij een polykliniek neurologie. En het zou idealiter zijn dat we koude kunnen voorspellen of een volgende aanval wel of niet gaat komen. Nou, het cijfermatige doel daarbij is om die kenmerken, en waarschijnlijk zijn dat onregelmatigheden in de activatiepatronen te herkennen, dat zijn dan weer biomarkers, opdat we kunnen voorspellen of die patiënt het bij die ene aanval laat zitten, of dat er daadwerkelijk een epilepsiesyndroom gevormd gaat worden. De ultrahoogveldsystemen van de MRI, die nu beschikbaar zijn bij de faculteit Psychologie en Neuroscience, zullen ons hierbij, zo is de verwachting, zeer hulpzaam zijn. Kom ik op een ander onderdeel van het onderzoek. Dat lijkt hier in eerste instantie weinig mee te maken te hebben. Dat is slechts ogenschijnlijk zo. Het gaat over kleine bloedvaten. Er is in de afgelopen jaren zeer veel medisch wetenschappelijk onderzoek verricht naar de aandoeningen van onze grote bloedvaten. Voor het transport van bloed of bloedtoevoer naar organen en ook de functie van die organen als de bloedtoevoer in het geding kwam. Echter door die organen heen bevinden zich ontelbaar veel kleine, we noemen dat perforerende bloedvaatjes. Die stuwen het bloed voort, voorzien de organen van zuurstof en voedingsstoffen en brengen vervolgens afvalproducten weg. Maar ook die kleine vaten kunnen specifieke aandoeningen hebben. Maar tot op heden, met beeldvorming, zijn ze niet of nauwelijks in kaart gebracht. Voor de afwijking in kleine bloedvaten is wellicht de bekendste vorm de vaatwoekering bij groeiende tumoren, de zogenaamde angiogenese. Voor tumorgroei worden die vaten vaak snel gevormd en worden daarom ook niet geheel volwassen. Ze hebben allerlei gaten, je ziet het rechtsonder, openingen in de vaatwand. En door die openingen kan een magnetische merkstof, we noemen dat een contrastmiddel, gemakkelijk de bloedbaan verlaten. Hier ziet u een voorbeeld van de lekkage van de zogenaamde hyperpermeabele bloedvaten in het darmkanaal. Het is uit het proefschrift van Quiro de Lucenet, waar hij een onderzoek gedaan heeft naar rectumtumoren. Nu, die hyperpermeabele bloedvaatjes zijn hier zichtbaar gemaakt, zo zei ik het al, door het lekken van het magnetisch contrastmiddel uit de bloedbaan en het inwassen in hier het heet gekleurde tumorweefsel. Nou, zulke woekerende bloedvaten is iets wat je wilt tegengaan, aangezien er op deze manier tumorcellen de bloedbaan kunnen binnengaan en kunnen gaan uitzaaien naar andere delen van ons lichaam. Maar ook het omgekeerde komt voor. Hier ziet u een voorbeeld waar je graag de groei van kleine vaten zou willen stimuleren. Dit speelt in onze hersenen. U ziet een infarct, of beter gezegd de resten van een bloeding, een hematoom, en daaromheen de aankleuring weer van het magnetische contrastmiddel. Het stellen wederom kleine vaatjes voor die hyperpermeabel zijn en in dit geval groeien om een poging te doen om de inperking van de doorbloeding van ons brein door het infarct te compenseren. Maar voor de hersenen zelf ligt het al zo vaak een stuk gecompliceerder. Het bijzondere van ons brein is dat de doorbloeding, dus het contact tussen bloed, de bloedvaten en de hersencellen indirect en strikt genomen gescheiden zijn. Er zit een barrière tussen. Die barrière is zodanig dat zuurstof en hormonen redelijk ongehinderd kunnen uitwisselen, maar dat andere deeltjes, zelfs water en het bijzonder grotere deeltjes, niet zomaar deze grens kunnen passeren. Dat is de manier waarop ons brein zijn evenwicht de homeostase regelt. Nu, dit regelmechanisme is redelijk robuust en werkt beschermend. Echter ouderdom en vaataandoeningen, met name de welbekende atherosclerose, beïnvloeden de conditie van de vaatwand in negatieve zin. Tot op heden werd kennis van de integriteit van deze barrière vooral verkregen uit gegevens van overleden patiënten. Daar kun je namelijk hersenweefsel aan ontleden. Maar in de levende mens wordt daarvoor het albuminegehalte bepaald in de ruggenmergvloeistof. Dat gaat via een ruggenmergprik. Dat is wel veilig, maar ook niet ongecompliceerd. En albumine is een vrij groot molecuul met een gewicht voor de kenners van zo'n 50 kilodaltons. En die barrière, je moet al in een relatief vergevorderd stadium van achteruitgang zijn, mocht albumine meetbaar zijn. En idealiter zou je weer met zo'n magnetische merkstof willen bepalen die bij voorkeur via de bloedbaan het brein bereikt en daar de barrière passeert. In de patiënt was dit tot voor kort niet of nauwelijks mogelijk, behalve dan in hersentumoren van een hoge graad. Gangbaar doorvast,
daarvoor was dat men weer met een contrastmiddel de bloedbaan aankleurde en dat het contrastmiddel in het brein uitwaste en hier het hyperintense tumorweefsel aankleurde. Dat kennen we dus voor tumoren zoals hier geschetst en voor infarcten zoals ik straks schetste. Maar het normaal ogende hersenweefsel kleurde niet aan. Echter ook voor gewone ouderdom, diabetes, ziekte van Alzheimer of vasculaire vormen van dementie en zelfs hypertensie is het zeer waarschijnlijk, zoal niet bewezen, dat die bloed-hersenbarrière een onderlinge reden is dat het functioneren van onze hersenen achteruit gaan. En de straks getoonde hersennetwerken zullen na verwachting dan ook instorten. Om zo'n effect wel zichtbaar te maken in ons menselijk brein zijn nieuwere, gevoeligere technieken nodig dan tot op heden gebruikt. Nu, recentelijk lijkt dat voor ons, voor een eerste groep van patiënten met de ziekte van Alzheimer, gelukt te zijn. Je ziet hier resultaten van de studie van Ham van der Haar, uitgevoerd in het samenwerking met Frans Verheij en Saartje Burgmans van het Alzheimer Centrum Limburg. Wat je ziet is de uiterst geringe aankleuring van een contrastmiddel dat door een caduke bloed-breinbarrière lekt in de hersenen van een Alzheimer patiënt. Het gaat hier om een uiterst klein effect, echter de gevolgen kunnen enorm zijn. Daar waar bloed het brein lekt, kunnen toxische stoffen zo de neuronen bereiken. Maar ook dat afvalstoffen niet voldoende afgevoerd worden, die kunnen opeens toxisch worden. En het feit dat het op het grens is van wat meetbaar is, blijkt zo'n 10 tot 20 maar kleiner te zijn dan bij die hersentumoren, maakt het hier weer dat er een hoop gecijfer aan te pas komt. Om het signaal verder te verbeteren en ook om te gaan met de ruizigheid en ook te gaan kijken hoe de reproduceerbaarheid gaat uitpakken. Dit gaan we voortzetten in patiënten met de ziekte van Alzheimer en vooral in die patiënten met verwachte voorstadia daarvan. Dat is het promotieonderzoek van Whitney Frazer. En daarmee willen we gaan vaststellen welke rol vasculaire factoren hebben en dus ook hoe ze van invloed zijn op de cognitie van ons verouderende brein. Ook gaan we dit toepassen voor patiënten met subtielere vormen van vasculaire aandoeningen, zoals diepere lacunaire infarcten. En dat in samenwerking met professor van Oosterbrugge. Nu het lekken door ons brein kunt u zich ook voorstellen op een schaal van groot naar klein. Groot bijvoorbeeld in bloeding, waarbij rode bloedcellen de bloedbaan verlaten. Een volgende stap is dat naar grotere moleculen, zoals het albumine, de bloedbaan verlaten. Daarna kleinere deeltjes, de kunstmatige magnetische deeltjes. En zelfs het allerkleinste voor ons, het functionele water. Ook daarmee zijn we aan de slag. Water kent hier, zoals afgebeeld, een random diffuse beweging in ons brein. We noemen dat de Brownse beweging. Dit wordt al jaren gebruikt om bijvoorbeeld het watertransport en de permeabiliteit van bladnerven te meten. Met de zogenaamde diffusiegewogen MRI kunnen we heel nauwkeurig meten wat het transport en de toegankelijkheid van water is. Daarbij moet u denken aan random bewegingen van enkele micrometers in een duizendste van een milliseconde. Dat zal ook verschillen of dat water beweegt in de bloedvaat, waar veel ruimte is, maar of het ook tussen de hersencellen de zenuwvezels in beweegt. Tussen die cellen zullen watermoleculen veel meer hinder ondervinden. Recentelijk zijn we in staat gebleken om dit te scheiden. Het is het onderzoek van Frank van Bussel, waar we gaan kijken naar patiënten in eerste instantie met diabetes die wat cognitieve klachten hebben. Wat u ziet is het verval van een curve wat de random diffuse beweging voorschrijft in het hersenweefsel, maar bovenaan ziet u ook een kromming, die heb ik met een loop weergegeven, dan ziet u het vasculaire effect. En weer, het is een klein effect, we zullen het moeten verbeteren. Het gaan we ook doen voor kleine diepere herseninfarcten, met een variëteit van patiënten die cognitieve klachten hebben. En ook daar gaan we meer aan de slag met een twinmodel, Eliana Zhang en Mei Wong. Dus het twinmodel breidt zich uit, ook naar het vatenonderzoek. Tot zover het passieve transport van deeltjes door de vaatwand, die aldaar de hersencellen, de neuronen, negatief beïnvloeden. Maar er zijn ook nog veel subtielere vormen van transport. Transport die energie kosten en bepaalde biochemische transportmechanismen vergen. Veel van deze mechanismen zijn bekend, maar ook vele onbekend, zeker in de context van aandoeningen van bloedvaten. Nou, zulk actief transport gaan we volgen door gebruik te maken van de radiofarmaca. Iets waar we in onze groep op hopen is het specifieke transport na te bootsen met de nieuwste vorm van hybride beeldvorming, de PET-MRI. Daartoe heeft het Academisch Ziekenhuis Maastricht in deze zomer een
een gloednieuw PET-MRI-systeem laten installeren en we hopen daarmee ook nieuw inzicht te gaan krijgen in de aandoeningen van allerlei vaten door ons hele lichaam. Nu, dames en heren, het vinden van oplossingen, en niet alleen voor behandelingen, maar ook voor diagnostiek van aandoeningen, is een lange weg. In het bijzonder is er een rol weggelegd voor vernieuwende methoden. En zeker voor die aandoeningen waarvoor er voorheen geen mogelijkheden leken te zijn. Enkele daarvan heb ik proberen te schetsen. Afsluiten ga ik nu met enkele woorden van dank. Eerst een slokje drinken. Er zijn vele, zo niet ontelbare mensen die ik te danken heb voor het werk dat ik de afgelopen jaren heb mogen doen. En ook de weg naar deze leerstoel. Laat ik beginnen met professor van Engelshoven. Voormalig afdelingshoofd. Heel hartelijk dank voor de kans die je me destijds gaf om hier te starten. En ook de mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Jos, je zei ooit, ik heb je nog nooit iets verboden. Ik zal het niet vergeten. Ook heel bijzondere dank aan Gerrit Kemerink, die me destijds samen met Paul Hofman de voorkeur onder de sollicitanten gaf. Gerrit, je bent nu inmiddels enkele jaren met pensioen, doch ik mis de inhoudelijke discussies die we hadden nog dagelijks. Ook Paul, hartelijk dank voor alle input en samenwerking van de afgelopen jaren, met name op het gebied van neuroimaging. Ik kon, het kan altijd, bij jou aankloppen. Je aandacht verschuift nu meer en meer richting forensisch werk. Toch hoop ik dat we dingen samen kunnen blijven doen. Beste professor Post, jij bent degene geweest die me aanstak voor het kleine vatenonderzoek. Dank voor je open en je gastvrije houding. Ik heb immens veel van je geleerd en ik hoop het nog steeds te mogen gebruiken. Professor Alderkamp, wat was er een drive en lol voor het epilepsieonderzoek? We hebben een fase gekend waarbij het ene na het andere idee werd verzilverd. Het heeft uitgemond in tal van artikelen en promoties. Ik hoop nu dat je een ingenieur geworden bent, dat we nog lang kunnen samenwerken. Professor Vilberger, hartelijk dank voor je inspanningen om dit vandaag mogelijk te maken. Het aantal musketiers neemt toe. En ook alle dank voor de steun en stimulans aan de opleiding Klinische Fysica. Datzelfde geldt ook voor professor Wijn van het Maxima Medisch Centrum en alle inspanningen van Cecile Jeukens. Dan Jaap Jansen. Jij was mijn eerste promovendus. Volgens mij zelfs mijn eerste twin. Destijds trouwens niet de meest vooruitstrevende. Maar een switch naar de Verenigde Staten en weer terug heeft je enorm goed gedaan. En inmiddels ben je niet meer weg te denken uit het Maastrichtse neuroonderzoek. Houd het alsjeblieft zo. Evenzo alle promovendi, waarvan ik vele al heb gezien hier in de zaal. Het is nog steeds een lust om jullie werk terug te zien. En ik doe nog graag wat jullie onderzoek. Ook ben ik alle dank verschuldigd aan de laboranten, met name die van MRI en CT, voor alle steun en geduld bij het plannen van onderzoekstijd en van zowel de succesvolle en de minder succesvolle metingen. Dan ook de dames van het secretariaat, Monique, Christiane, Peggy, Elfie en Margriet. Ze staan me altijd bij en geen verzoek is te veel. De persoonlijke kring. Vader, pap, je hebt me altijd aangemoedigd en gesteund. Wat ik ook in mijn hoofd haalde en hoe ik het ook deed. Ik weet het, ik was een makkelijke leerling, maar toch, jouw steun was onvoorwaardelijk en dat betekent veel voor iemand. Al realiseer je dat pas na jaren. Moeder, mam, je was er altijd voor me. En ik hoop, nu het wat minder gaat, dat ik er ook voor jou kan zijn. Zeker als het nodig is. Emma, Sophie en Raf. Voor degene die twijfelt, hij krijgt de minste aandacht. Raf is de jongste spruit in het midden. En Emma heeft het moedervlekje rechts onder haar ogen. En Sophie rechts links boven haar ogen. Jullie zijn het grootste geluk wat iemand kan overkomen. Emma en Sophie zijn sinds kort op een nieuwe school en zijn leerlingen in breingeheimen. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken vandaag. Het was een genot om jullie te zien komen en gezien ook om nu om jullie te zien opgroeien. En ook het puberen. Morgen is er weer een hockeydag, want het bepaalt een groot deel van ons leven en we zullen er wel zijn.
Aan het einde van de rij, Suzanne, we kennen elkaar meer dan 25 jaar. Het moet gezegd zijn, zonder jou was het allemaal niets in vergelijking tot wat het nu is. Gelukkig. Mijn dank aan jou is onbegrensd en liefde is onvoorwaardelijk. Mocht het voor altijd zijn. Dank u allen voor je aandacht en je komst. Ik heb gezegd. Professor Bakkers, bedankt voor de heldere uiteenzetting van hele moeilijke onderwerpen. Want u heeft uw best gedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar het mogen iedereen duidelijk zijn dat we fysici nodig hebben. Ik heb ook wel eens begrepen van een firma die ingewikkelde apparaten maakt waar u mee werkt. Dat zonder fysici bij dokters daar de helft van konden gebruiken, want we snappen het gewoon niet. Ook als je kijkt bij ons in het ziekenhuis en je gaat tellen, dan lopen er op dit moment meer dan 40 fysici rond. En mijn voorspelling, en Jos heeft het al eerder gezegd, is dat er nog veel meer moeten gaan worden. Want we kunnen alleen als twins, ook wij zijn twins en moeten twins blijven, samen verder met het vak wat wij graag uitoefenen. Het is vrijdagmiddag, je hebt je gelukkig aan je tijd gehouden. Het is ook tijd om nu naar de receptie te gaan. Dat gaat als volgt. Wij lopen zo deze zaal uit. De familie Bakkers loopt daarbij voorop. Wij sluiten achteraan en als u achter al deze mooie gewaden aanloopt, komt u bij de receptie en dan gaat het vanzelf goed. U hoeft niet in de rij te gaan staan, mag natuurlijk, maar u kan ook eerst een paar consumpties nemen en dan feliciteren. Oké, daarbij sluit ik deze zitting.